Goed, okay. Welkom bij deze Q&A-sessie met Maurice de Hond. Maurice is de laatste tijd nogal bezig geweest met corona, zoals hij altijd bezig is met elk belangrijk onderwerp. En hij heeft een aantal belangrijke inzichten verzameld. We gaan eerst even naar hem luisteren en daarna gaan we zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Maurice, kun je misschien even aangeven van hoe jij erbij betrokken bent gebruikt bij dit onderwerp en hoe je eigenlijk bij het onderwerp weer en vochtigheid en mondkapjes en ook slimme exit-strategieën bent gekomen? Dan zijn we allemaal heel benieuwd naar. En daarna gaan we over naar de vragen, zowel op YouTube als hier ook in de Zoom-app. Ja, belangrijk is dat ik misschien, want ik heb het al meerdere keer verteld hoe het zo gekomen is, maar misschien wel interessant is om aan te geven waarom een sociaal geograaf en iedere andere, laat ik zeggen, bepaalde vorm van wetenschapper best heel interessante informatie kan verzamelen en ook hele belangrijke uitspraken kan doen over dit virus. Want er is een groot verschil tussen het influenzavirus en dit virus voor de analyse. En dat is volgens mij iets wat de virologen en de epidemiologen nog niet goed doorhebben. Dat als je de influenzavirus gaat onderzoeken ten aanzien van de verspreiding, dan heb je altijd het probleem dat een deel van de bevolking al immuun is voor dat specifieke virus. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een bijeenkomst hebt met 30 mensen en er is iemand die bijvoorbeeld iedereen zou kunnen besmetten, een deel wordt niet besmet omdat die al beschermd is. En als je niet de informatie hebt van degene die beschermd is, dan, en dat heb je ook niet, dan weet je eigenlijk niet wat is er nou gebeurd en waarom is er eigenlijk gebeurd. Want er zijn er 8 ziek geworden en 22 niet. Ja. Misschien kunnen we eerst even bij het begin beginnen. Jij bent begonnen als sociaal geograaf om te kijken naar die praktische zaken. Je hebt daar belangrijke dingen, je hebt naar het weer gekeken. Kun je even kort even die conclusies vertellen waar je op uitgekomen bent? Nou, als geograaf ben ik opgeleid om de relatie te bekijken tussen ruimtelijke patronen en wat daar achteraan kan zitten. Mm-hmm. En bij dit virus waren heel evident ruimtelijke patronen herkenbaar. Namelijk niet alleen over de aarde en de landen, maar ook binnen de landen zie je ook grote verschillen. En ik had ook al het gevoel dat er een relatie was met weer. Totdat ik begin maart een paper las waar de kaart die ik nu achter me heb uit voortkomt. En die mensen hebben gewoon geconstateerd, als je gewoon de aarde kijkt en de weerszones, en de groene zone is de zone boven 20, 30 graden noordenbreedte, waar het, winter is, maar niet verschrikkelijk koude winter, dan zagen ze dat alle uitbraken van corona waren in die zone. En ze bekeken nog verder het weer en ze zeiden, in die periode was relatief stabiel weer, tussen 5 en 11 graden warmte. En de specifieke luchtvochtigheid lag tussen 3 en 6 gram per kilo. En de specifieke luchtvochtigheid is iets anders dan de relatieve luchtvochtigheid. Als we de weersverwachting zien, dan hebben we altijd 18 graden en 44%. En dat is een soort uitdrukking van de gevoelswaarde. Maar waar het hier om gaat is hoeveel waterdruppeltjes zitten in de lucht. En dat is gram per kilogram. En naarmate de temperatuur hoger gaat, kan de lucht veel meer water bevatten. En dus een relatieve luchtvochtigheid bij 100% bij 24 graden is veel meer water dan bij 20 graden. En het blijkt die hoeveelheid water te zijn en niet de relatieve. Want bij 3 graden temperatuur is 100% veel minder water dan bij 24 graden. Nou, zij zagen dus die relatie, die ik eigenlijk gevoelsmatig ook zag. En wat ik toen ben gaan doen, is in de eerste plaats de informatie die ik over alle regio's had, bijvoorbeeld Italië, bijvoorbeeld Amerika, ben ik het weer gaan opvragen. En daar zijn diverse websites waar je het weer kan krijgen over een hele periode. Ik heb het weer opgevraagd van Tilburg, alle staten in Amerika, alle provincies in Italië. En vervolgens ben ik gaan tellen. De meest simpele manier was, ga tellen hoeveel dagen volgens dat principe de ongunstige dagen waren. Mm-hmm. Nou, als ik dan mijn screen even share. Oh, die heb je gedisabled, hè? Screen sharing. Oh, wacht even. Ja, die heb ik disabled, maar ik denk dat ik die bij jou kan. Ik maak jou even co-host, dan ben je gewoon, dan kun je alles doen. Ja. Nou, kan ik mijn scares, wacht even waar ik naartoe ga. Volgens mij was dat deze.
Ja, ik vind het wel heel mooi, die achtergrond die jij bij je hebt, dat is precies de bedrijven, de landen waar de uitbraken waren in zeg maar in West-Amerika, van Wuhan en Teheran, die zaten allemaal in die mooie band die jij achter je hebt geprojecteerd. Oké, dus wat ik toen zag was, en dan is eigenlijk deze, wacht, moet ik even kijken welke dat was, deze. En hier zie je voor een periode van 50 dagen hoeveel dagen het weer ongunstig was. En ongunstig is deze lijn van 6 gram per kilo. En dan zie je dat Bergamo 40 van de 50 dagen slecht heeft met een gemiddelde van 4,6 gram per kilogram. Wat eigenlijk de hotspot is, want het is gewoon heel slecht. Neem je New York, zijn het zelfs 45 dagen met 3,6. En als je dan gaat kijken naar Napels, dan waren het maar 22 dagen met 6,2. En San Francisco, 19 dagen met 6,2. En wat nou het fascinerende was, als je hier naar keek, en dit waren voorbeelden, maar ik kon het bijna toepassen op elke staat, dat naarmate er meer van dit soort de slechte dagen waren, zag je dat er een snellere stijging was van het aantal doden. Of ja. Nieuwe gevallen. Maar doden is een betere maat. Omdat de nieuwe gevallen, dat hangt ook een beetje hoeveel ze testen. Bijvoorbeeld. Ja, het hangt heel veel af van hoeveel je testen. Oké, ja, dus die volgende. Even maar één laatste. Als ik dus Bergamo nam, in deze periode, of Lombardije. Lombardije heeft ongeveer 20 keer zoveel doden naar inwoneraantal als Napels en Rome bij elkaar. En Rome zat ook meer in dit weergebied. En als je kijkt naar dit en San Francisco en New York. San Francisco heeft op dit moment 22 doden met 800.000 inwoners. En dat is ongeveer, laat ik zeggen, 25 doden per miljoen inwoners. New York zit op 1500 per miljoen. Ja. En het was evident dat er een relatie is, maar als je wetenschappelijk goed bezig bent, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat het een oorzakelijk verband is. Maar het is wel een heel evidente samenhang. Ja, oké, laten we even snel doorgaan naar de volgende. Dit was jouw indruk en heb je gisteren ook in OP1, op 1 heb je daar ook over gesproken. Daar heb je ook een ander grafiekje laten zien en daar zat een knik in. Dus dat het niet alleen maar lineair is, hoe vochtiger de lucht, hoe minder de verband is, maar op een gegeven moment ging die ook weer naar boven. Ja, deze. Ja. Wat is dat? Wat was daar de relevantie van? Nou, wat ze gedaan hebben was, dit was een, want dit was de samenhang, maar nou had je nog niet het oorzakelijk verband. Nou, er waren 3-4 wetenschappelijke papers die aanwijzingen gaven over het oorzakelijk verband. En dit was de belangrijkste. Wat er gebeurde was, dat ze namen dierproeven, ze plaatsten dieren in een hok en de verschillende soorten dieren. De besmette dieren in het ene hok en de niet besmette dieren in een ander hok, die geen fysiek contact met elkaar hadden. En vervolgens gingen ze verschillende proefopstellingen doen, waarbij ze de luchtvochtigheid van 10% naar 20% in verschillende niveaus hebben gedaan. En vervolgens zijn ze naar die dieren gaan kijken, hoe was nou de besmettingsratio van die dieren? En toen ontdekten ze, en dit is wat je hier ziet, dat als de luchtvochtigheid in dit gebied zat, dan was die besmetting heel hoog. Als die hier zat, was die heel laag. Als die hier zat, nam die weer toe. En hier, bij 80%, was die helemaal verdwenen. Oh ja, oké. Dus in ieder geval, dat was eigenlijk gewoon, heeft dus jouw bevestigd, dat heeft jouw bevindingen bevestigd. Oké, laten we even doorgaan, want we willen naar de vragen toe. Tweede ding, hoe kwam je bij die mondkapjes? Hoe kwam je bij die mondkapjes uit? Dus één is vochtigheid en die 6 gram. Tweede is die mondkapjes. Hoe kwam je daarbij? Dat daar zo'n groot verband tussen zit? Nou, als je gewoon op de wereld kijkt, is vrij eenvoudig. De landen in Azië, die zitten allemaal op het niveau van 1, 2, 3, 4 doden per miljoen inwoners. En in West-Europa zitten we op het niveau van 3, 4, 500 per miljoen inwoners. En het leuke is, volgens mij zit Casper aan de lijn. En Casper zit in Taiwan. En misschien kan Casper iets vertellen hoe ze dat in Taiwan doen. En waarom Taiwan maar 1 dode per miljoen heeft. En wij in Europa, West-Europa 400 per miljoen. Ja, even kijken of Casper er nog steeds zit. Ja, Casper, kun je daar even op ingaan?
Ja, ja, zeker. Om mezelf even te introduceren. Ik ben vanuit Nederland gekomen naar Taiwan. Het idee was om hier maar 2 weken te zijn en dan weer terug te vliegen naar Nederland. Toen ik in het vliegtuig stapte vanuit Nederland direct naar Taipei, naar Taiwan, werd er in het vliegtuig al aangekondigd dat het niet mogelijk was om via de reguliere route binnen te komen. Ik heb een speciale kaart dat je dus direct het land in kan. Maar dat er al op dat moment, dat is uit mijn hoofd 8 februari, extra controle werd gedaan. En dat er dus aan de grens werd gevraagd, Caspar, waar bent u geweest de afgelopen 2 weken? En dat moest ik dus inzichtelijk maken. En vervolgens werd ik het land binnengelaten. En werd voor mij heel erg duidelijk dat er heel hard werd opgetreden. En een van de allerbelangrijkste dingen die ik als eerste zag, was dat de overheid de zogenaamde middleman, als het gaat om de distributie van de maskers, eruit heeft gegooid. Dus wat zij hebben gedaan is, ze zijn naar de producenten gegaan van de maskers en hebben vervolgens gezegd, jullie produceren die maskers. Wij willen jullie als overheid gaan helpen dat jullie op maximale capaciteit kunnen gaan draaien. Als jullie meer geld nodig hebben, dan gaan we dat organiseren. Zodat jullie zo snel mogelijk, zoveel mogelijk maskers gaan maken voor de hele bevolking in Taiwan. Vervolgens hebben ze ook gezegd, die maskers mag je absoluut niet exporteren. Er staan ontzettende hoge boetes op. En vervolgens is er ook gezegd, alle Taiwanese kunnen in de rij gaan staan, en tegenwoordig hebben we een ander systeem, om vervolgens maskers te gaan halen bij speciale uitgiftepunten. Dus wat ik ook doe, en dat geldt niet alleen voor mij als buitenlander hier, maar ook alle nationale, of de Taiwanese, die gaan naar speciale afgiftepunten. Ik heb er eentje in mijn hand. Dit is een envelop, en daar zitten maskers in. En tegenwoordig, dat is dus echt fantastisch, heb ik hier 9 maskers. Dat zijn dus 9 surgical maskers voor een prijs van omgerekend ongeveer $0.05. Dus om een beetje een idee te geven, Jezus. Het is gewoon tegen kostprijs wordt het gewoon gemaakt en geleverd. Ja, en hiermee moet je verplicht nu gebruik maken van het openbaar vervoer of naar de bank of andere zaken. En het is gewoon fantastisch dat je ziet dat de overheid zo ontzettend snel, zo goed heeft ingegrepen. En ik denk dat Taiwan echt een voorbeeld is voor heel veel andere regionen waarin zij heel hard, heel duidelijk hebben opgetreden ten opzichte van hoe ik het dan zelf zie, de lakse houding van heel veel andere partijen. Ja, en geloven mensen ook in Taiwan dat je ook zo'n ding moet dragen? Geloven ze dat ook als heel belangrijk? Nou, ik denk dat het een belangrijke misvatting is dat veel mensen denken dat je alleen een masker moet dragen om te voorkomen dat je besmet raakt. En in Azië, ik heb ook tijd in Tokio gewoond, maar ook andere plaatsen in Azië, is het heel gebruikelijk dat je een masker draagt. Heel belangrijk voor als je zelf besmet bent. Of als je denkt dat je andere mensen zou kunnen besmetten. Dus dat is de allerbelangrijkste reden. Ik wil niet, zo dat is het idee van de Taiwanese, maar ook van de Aziaten, niet op je geweten hebben dat je andere mensen besmet. Dat is reden nummer 1. En reden nummer 2 is dat er een verhoogde kans is dat als er een virusdeeltje of ander materiaal hier tegenaan komt, kan worden tegengehouden. Dat zijn dus 2 totaal verschillende perspectieven. En ik heb het idee dat er heel veel partijen zijn, waaronder dus het RIVM, die zegt dat een masker dragen geen toegevoegde waarde heeft. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat kan zeggen, maar ik wil als burger dan ook weten op basis van welke data worden dit soort dingen geroepen. Omdat er zoveel onderzoeken zijn waarin duidelijk wordt uiteengezet dat het een toegevoegde waarde heeft. Dus ik vraag me af, waar ligt dan de toegevoegde waarde bij de Nederlandse overheid en bij de RIVM dan? Ja. Ik kan het antwoord geven. Het antwoord is als volgt. WHO en RIVM dus ook. Die hebben als standpunt dat het virus alleen maar via druppels worden overgebracht. En die druppels, dat is in een afstand van 1,5 meter. En als je verder bent dan 1,5 meter, dan kan je iemand anders niet besmetten. Dat is het standpunt van de WHO geweest en dat is het standpunt van de RIVM. Alle andere manieren van overdracht worden als ware niet erkend. Het probleem is, of het punt is, dat de afgelopen 2 maanden heel erg bevestigd is dat er wel andere manieren zijn, en dat is via de microdruppels, de zogenaamde aerosols. Die gaan bij lage luchtvochtigheid, slechte ventilatie, blijven ze hangen. Gaan ook binnen het systeem van de airconditioning of wat anders binnen een ruimte, luchtventilatie. En dan zie je bijvoorbeeld op die schepen, cruiseschepen, maar ook
op die boten van de marine, worden in één klap 900 man besmet. En die worden besmet door die aerosols. Net zo goed als dat gebeurt in kerken, bij koren, is dat allemaal veel gebeurd. Dat wordt ontkend dat dat het geval is. En dan zeggen ze, ja, als je maar op 1,5 meter afstand blijft, dan kan je iemand anders niet besmetten en je kan niet besmet worden. Weet je wat? We gaan gewoon lekker 1,5 meter society in voor de komende 5 jaar. En dan hebben we het opgelost. Ze ontkennen dus per definitie dat er een andere manier van overdracht is. En wat je nu merkt, is dat met de nieuwe informatie die er is, alleen het probleem met die nieuwe informatie is altijd dat de RIVM erg en de WHO erg achter de feiten aanloopt. Want ze moeten eerst nog een bevestiging daarvan en zo en zo. Maar bijvoorbeeld Israël heeft afgelopen maandag gezegd, wij volgen niet meer de adviezen van de WHO. Op basis van onze analyses uit de ontwikkelingen in Azië trekken wij de conclusie dat wij wel iedereen op straat mondkapjes moeten gaan dragen. Want dat beschermt dus ook tegen die aerosols. Ja. En zolang het RIVM ontkent dat die aerosols als het ware een rol spelen, gaan ze alleen over mondkapjes zeggen, ja, die beschermen jou helemaal niet in voldoende mate. Want als je met je handen eraan komt of iets niet goed doet. Maar de essentie pakken ze dus niet. Namelijk dat je het vooral doet om anderen niet te besmetten. En je besmet ze niet met jouw aerosols. En daardoor gaan wij, door die misvatting van het RIVM, gaan wij uiteindelijk een weg in van Wiebes die zegt de 1,5 meter maatschappij. Bedoel, dat is echt gewoon een soort studeerkamer werkelijkheid. Die in de praktijk nooit kan. Want dan moeten we 3 keer zoveel treinen hebben. En heel veel bedrijven kunnen verder niet opereren. Terwijl als ze accepteren dat er ook die andere besmettingsmogelijkheden zijn. En die voorkom je door een mondkapje. Dan kan je een groot deel van je samenleving weer continueren. Weliswaar wel met voorzichtigheid. Maar ik zie alleen maar foto's van de ondergrondse in bijvoorbeeld Seoul. Waar iedereen hutje bij mutje staat. Maar wel allemaal met mondkapjes. Ja. En dat is de essentie. Nou, Casper, je ziet je reageren. Ja, absoluut. Kan ik me volledig bij aansluiten. En ik kom net terug van een 7-Eleven, dus een convenience store. En daar staat eigenlijk precies in wat je zegt. Dus 1, je moet een mondkapje dragen of je moet 1,5 meter afstand houden. Maar de voorkeur gaat naar uit om alle 2 te doen. En mocht het zo zijn dat je dus dichter bij elkaar komt, dan zegt men, het is wel gedoogd dat je dus een mondkapje hebt en bij elkaar staat. Dus inderdaad kan je in de trein, je kan inderdaad in de bus dichter bij elkaar staan op het moment dat je wel een mondkapje draagt. Maar dat geeft nog steeds geen 100% garantie. En dat vind ik ook iets wat heel erg duidelijk wordt naar voren komt bij de RIVM. Die zegt, ja, het is een valse vorm van bescherming. Nou, misschien is het wel een valse vorm bescherming, maar vergelijk dat dan met het niet hebben van de bescherming. En ja, daar kan ik heel erg... Aardig, Casper. Ik heb, dit is, die, ja. Dit is dat artikel in Trouw over de minister van... dit is de minister, digitale minister van Taiwan. En die zegt dus onderaan, die zegt van hier... wij willen dat mensen of 1,5 meter doen... Of zeg maar mondkapje. Maar de meesten doen gewoon allebei. Dat is niet verplicht, maar dat doen ze gewoon allebei. Dus het is wel interessant dat ze dat inderdaad zo zeggen. Oké. Dan hebben we 2 is die mondkapje. Maurice? 2 is die mondkapje. Ik wil nog even naar de derde aspect. En dat is de massa-uitbraak. En dan gaan we naar je exit, naar je intelligente exit-strategie. En dan gaan we naar vragen beginnen. Kun je nog even over die 2 dingen nog even wat noemen? Wat zei je? Welke uitbraak? Dus de massa-evenementen. Oh, ja, spread events. Massive spread evenement. Wat is daar aan de hand, zeg maar? Nou ja, eigenlijk dat verschijnsel hebben we bij griep nooit kunnen constateren, omdat een deel van de mensen niet ziek werd. Maar wat we nu zien, dat er momenten zijn in ruimtes waar bijvoorbeeld bij apres-ski of bij een koorrepetitie. Carnaval. Veel mensen gaan zingen, waarschijnlijk in een besloten ruimte, weinig ventilatie. Dan blijven je aerosols zweven in die ruimte, omdat de luchtvochtigheid laag is. En wordt alle aanwezigen komen onder die virussen. En dan blijkt, 3/4 van de mensen gemiddeld worden dan ziek. Bijvoorbeeld een koor in Seattle. Want die hebben dus wel 1,5 meter gehouden. Want toen heerste het al in Seattle, maar ze mochten wel de koorrepetitie doen. 1,5 meter gehouden, elkaar niet aangeraakt, hand sanitizers. En LA Times beschrijft 3 weken later is 45 van de 60 zijn ziek geworden. 3 zijn overleden. En het is alleen maar door die aerosols. Nou, als je dan sommetjes gaat maken, bijvoorbeeld van het carnaval en Bergamo,
dan zijn die super spread events, en die zijn ook in Korea gebeurd, ook in Maleisië, ook Mardi Gras in New Orleans. In één klap worden ineens honderden of zelfs duizenden mensen besmet. En die gaan vervolgens naar terug, zelfs ook naar andere landen. En daar besmetten ze ook weer anderen. Maar als het dan niet super spread events zijn, maar gewoon in hun kennis, in hun familie, dan gaat het helemaal niet zo snel als we denken dat dat virus gaat. Ja. Neem even de berekening. Je hebt 100 mensen die besmet zijn. 99 mensen besmetten maar één iemand anders. De 100ste doet er in ene 50. Dan zijn er in totaal 149 mensen besmet. En dan denken ze dat er een besmettingsfactor is van 1,49. En dan gaan ze maatregelen nemen en dan gaat het echt omlaag. En dan denken ze, nou, dat komt door die anderhalve meter. Waarom wij naar beneden gaan, is omdat we meteen bij het nemen van de maatregelen ook al die superspread potentie events hebben uitgeschakeld. Behalve stupide genoeg, de kerken mochten nog met 30 mensen bij elkaar komen. Nou, als er nou één plek is waar het bingo is, is het in kerken. Want wanneer gebeurt het vooral? Als iedereen zingt. Want dan hoeft er, als er maar één iemand spreekt en niemand anders spreekt verder, dan moet die net besmet zijn. Maar als er 30 mensen in een ruimte zitten en eentje is besmet en ze gaan zingen, worden ze alle andere 30 zijn ze de pineut. Als je nu alles bij elkaar neemt, Maurice, dus je hebt op een gegeven moment dat weer en je hebt die kapjes en je hebt de superspreads event en we gaan naar een, en ook wat je eigenlijk ook in je kaart hebt aangegeven, dat er gigantische verschillen zijn binnen tussen landen, maar ook binnenland. Want je had ook dat in Groningen 30 keer minder doden zijn dan in Brabant. Wat voor intelligente maatregelen moeten we nou nemen om uit die lockdown te komen? Nou kijk, laten we zeggen wat ze gedaan hebben, en terecht dat ze dat gedaan hebben, is geprobeerd de verspreiding weer te temperen. Nou, te zorgen dat er minder mensen besmet worden. En je hoopt natuurlijk naar nul, uiteindelijk. Maar zoals we al zien, in Korea, in Japan, in Singapore, dan zijn het allemaal hele lage aantallen. Maar goed, we hebben hier hele hoge aantallen gehad. Die beginnen behoorlijk te dalen. Maar dan is de vraag, wat ga je nou doen? Aan de ene kant om te zorgen dat die daling niet omdraait weer een snelle stijging. Maar aan de andere kant, wat je nu gaat doen om de samenleving weer op te starten. Want ik zeg, wat is plastisch? We hebben nog een patiënt op de IC en dat heet Economie en Samenleving. En die ligt er heel kritiek. En als die bijna doodgaat, dan wat we allemaal nu aan het doen zijn, heeft eigenlijk geen zin meer. Want wat we krijgen daarna is één grote puinhoop. En er zijn deskundigen die zeggen, we plegen eigenlijk collectief harakiri. En wat ik dus zeg is, ga nou A, met inachtneming van het feit dat we niet weer een stijging moeten gaan krijgen van het aantal zieken. Maar dat hoeft niet dat we die krijgen. Ga nou zo snel mogelijk proberen zoveel mogelijk van de samenleving weer op te starten. Bijvoorbeeld door te zeggen, we gaan alleen op straat als je onder de 50 bent. De sterftekans onder de 50, ik weet niet of jullie die cijfers kennen, maar die is echt, nou, je kan echt makkelijker door de bliksem getroffen worden dan sterven aan deze ziekte. Als 1 op 20.000 ongeveer. Hè? 1 op 20.000 ongeveer. 1 ja, op de 20.000. Ja. Dus onder de 50, ja, je kan ziek worden en dat is ook niet echt leuk, maar de kansen zijn klein. Begin bijvoorbeeld de eerste 2 weken alleen de onder de 50 met mondkapjes. En eigenlijk mogen jullie weer alles doen. En zorg dat je het een beetje voorzichtig doet. En vervolgens ga dan langzamerhand, en ik denk ook dat er ook nog regio's zijn waar je al meer wat kan doen, en sommige regio's wat minder. Hou in de gaten dat de luchtvochtigheid in gebouwen de goede waarde moet hebben. En dat is bij 21 graden rond de 45%. Die luchtvochtigheid wordt vooral bepaald door de luchtvochtigheid buiten. Als het buiten 20 graden is en rond de 45%, dan is het binnen ook zo. Vaak is het probleem in de winter dat als de temperatuur laag is en je gaat binnen verwarmen, dan neemt de luchtvochtigheid af en heb je te weinig water in de lucht. Dus zorg dat die luchtvochtigheid op het goede niveau is. Wat trouwens, by the way, in supermarkten en in de meeste winkels is de luchtvochtigheid goed. Daarom heb je ook weinig zieken in winkels. Supermarkten, slagers, groentemen, die hebben gewoon 18 tot 20 graden temperatuur. En een luchtvochtigheid van, weet ik veel, zoiets van 45%. Ga dan langzamerhand uitbouwen en ga met name ook dingen proberen. Bijvoorbeeld, waarom geen jeugdfestival op 20 mei? Mogen 500 mensen komen, maximale leeftijd dat en dat.
We beginnen met mondkapjes. Het belangrijkste is, je geeft je e-mailadres op en je belooft dat je elke 2 dagen een vragenlijst invult hoe jij je gezondheid is. Dan zien we na 2 dagen, na 4 dagen, na 6 dagen. En als na 6 dagen nog steeds niemand daarvan ziek geworden is, zeg, weet je wat we gaan doen? Dan gaan we gewoon zonder mondkapjes proberen. En zo bouwen we weer, laat ik zeggen, zelfvertrouwen op wat we dan kunnen doen. Last but not least, het weer gaat ons ontzettend helpen wereldwijd op het noordelijk halfrond. We gaan naar warmere temperaturen en we gaan naar hogere luchtvochtigheid. Oké. Okay. Nou, laten we even beginnen met, dat is een duidelijk verhaal, We moeten die lock-out moeten we uit. En je hebt een aantal praktische dingen gegeven. Nou, dat gaan we nu eens toepassen op een heleboel gevallen. Sascha, je mag jezelf even unmuten. En Sascha is een beroemde trouwambtenaar. Zij was op een gegeven moment tegen het feit dat er 30 mensen aanwezig waren. Misschien kun je even zelf je vraag aan Maurice stellen. Kun je jezelf even unmuten? Je microfoon weer aanzetten. Ja, de microfoon aanzetten. Linksonder zit een knopje. Links, ja, heel goed. Ik ben nu geunmute, volgens mij. Dag, ja. Maurice. Dag. Hallo, ja, ik had je al een mail gestuurd. Ja. Dat had je gezien, volgens mij. Ik ben inderdaad de ontrouwe trouwambtenaar op dit moment. Want ik ben mijn gemeente afgevallen. Tenminste, dat vinden zij. Maar ik ben volgens mij niet de gemeente afgevallen. Ik ben de Rijksoverheid afgevallen. Want ja, ik roep al een paar weken dat we niet met 30 man in kleine zaaltjes moeten gaan staan. En al helemaal niet. Ik zeg het maar eventjes. Bij ons in Nijmegen hebben we een historische zaal. Prachtige zaal. Maar de ramen kunnen niet open. Want, ik weet niet want. Weet ik niet. Maar de ventilatie is ook echt niet goed. Ik heb geen verstand van luchtvochtigheid. Maar ja, mijn onderbuikgevoel zei al van, hier klopt iets niet. Zelfs als we op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Plus, dan komt er ook nog eens bij dat het wettelijk helemaal niet noodzakelijk is, hè, dat je met 30 man een huwelijk bijwoont. Ja, dus ja, maar jouw vraag is inderdaad van, joh, wat moet je nou doen om met 30 mensen, is dat nou veilig? Is het verantwoord? Van Maurice, ja. Ik denk dat het alleen maar verantwoord is als je het buiten zou doen, in de buitenlucht. En in de binnenlucht vind ik het zeer onverantwoord op dit moment. Ja. Of je moet zeggen dat alle aanwezigen een mondkapje doen en de bruid een wit mondkapje, dan... ja. We krijgen ook nog allemaal vragen bij YouTube, zie ik binnenkomen. Oh ja hoor, er zijn hulpvragen wat dat betreft. Maar goed, dus in ieder geval, dus die 30, ook met begrafenissen, kunnen ook 30 man. En ook in kerken zijn ook 30 man. Wat zou je daar in deze fase van de strijd van vinden? Nou, ik zou het afraden, maar ik zou in ieder geval zorgen dat het op plekken zijn waar de luchtvochtigheid goed is. Waar de ventilatie heel goed is, want dat is eigenlijk cruciaal, dat het niet blijft hangen. En ik zou niet met elkaar gaan zingen. Dat lijkt me het meest gevaarlijke. Dus laat ik zeggen, als 1 of 2 mensen spreken, dan als die niet besmet zijn, dan ben je in feite veilig. Maar als er allerlei mensen nog iets gaan zingen. En je ziet echt bij elke religie, hè, bij orthodox joden, bij de Bijbelbelt en bij de katholieken, overal zijn er uitbraken geweest in kerken. Oké. Okay. Een vraag over de horeca. Ja. Ik denk dat als we bij de horeca, in restaurants of in cafés, in de eerste plaats, ik denk dat op het terras kan het sowieso. En nogmaals, niet op elkaar schoot gaan zitten, maar op terrassen zou het al kunnen. Aan het strand zou je al kunnen. En ik zou inderdaad binnen de restaurants zorgen dat er voldoende de luchtvochtigheid goed is. En het personeel met mondkapjes voorlopig laten doen. En ook weer daar, ik denk naarmate de zomer dichterbij komt, zal er minder gevaar zijn dat mensen besmet worden. En kunnen we steeds meer de teugels vieren. En vooral zeg ik dat, omdat we moeten zorgen aan de ene kant dat de patiënten niet meer toenemen, het aantal. Maar ik maak me eigenlijk meer zorgen op dit moment over hoe de economie nog overeind blijft. Ik kreeg net een verhaaltje binnen van een ondernemer die met 22 man personeel, die heeft zelfmoord gepleegd. Omdat hij niet meer ziet zitten met zijn bedrijf. En dat zijn dingen die ook gaan spelen. Ja, je had het over mensen die onder de 50, die zouden eigenlijk met een mondkapje alles moeten doen. Wat is het bezwaar als mensen gewoon buiten, die ouder zijn, die 70 zijn, dat die beide gewoon een wandeling doen, zonder dat ze bij anderen in de buurt komen? Oh, dat zou eigenlijk ook kunnen. Maar wat ik zie dat het RIVM en de overheid, de Jonge en Rutte, zo panisch zijn. Het is echt, ik vind dat we er een hysterische samenleving van gemaakt hebben. Ik kom mensen tegen die echt het gevoel hebben, als ze alleen maar naar buiten stappen, dan overlijden ze al.
Er is bijvoorbeeld onderzoeksmateriaal uit Duitsland, waar ze bij 200 patiënten thuis hebben onderzocht en overal gekeken of het daar levend materiaal was. De conclusie van die man was, 1, niks wat je aanraakt kan jou doen besmetten, behalve als er een deurkruk is waar net een halve minuut daarvoor een besmet iemand in zijn handen heeft geniest en het aangepakt. 3 minuten later is het dan in de gevaarlijk. En wij durven supermarktkarretjes niet aan te raken. Er is ook nog iets. Dus dat weten we bijna niet. En daardoor zitten we een soort half hysterische samenleving, waardoor het middel veel erger is dan de kwaal. Ouderen zouden volgens mij ook op straat mogen. En die zouden wel, die zou ik niet aanraden om die dan wel om in het openbaar vervoer te gaan. Maar op afstand zou zeker kunnen. En ik denk dat je ook bij ouderen op bezoek kan. Maar 2 dingen. In de eerste plaats, bij ouderen op bezoek zou ik wel als bezoeker een mondkapje dragen. In bescherm. En zeker ook nog even voor een tijdje die afstand bewaren. Wat het meest dramatische is, en ik heb er al 2,5 week op gewezen in de richting van politici, is wat er in die verzorgingsinstellingen gebeurd is. Er zijn 2 dingen gebeurd. In de eerste plaats vaak luchtvochtigheid te laag, vaak ventilatie slecht, hou vaak de ramen dicht, want anders kunnen ze verkouden worden, weet je, dat soort aspecten. En last but not least, interne circulatiesystemen die niet filteren op een goede manier, die ook te weinig buitenlucht naar binnen halen. Dus je ziet veel gevallen van die tehuizen waar eigenlijk iedereen ziek is geworden. En ja, dat is niet omdat er 1 verzorger ziek was en iedereen besmette. Dat kan eigenlijk niet eens. Maar dat is omdat in het interne systeem gewoon net zoals op die schepen iedereen besmet wordt. En dat aspect, dat zouden we veel sneller onder controle moeten houden. Zouden ze daar ook een mondkapje moeten dragen bij die bezorgingshuizen? Bij waar zei je? Verzorgsters. De verzorgers. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat staat er gewoon buiten kijf voorlopig. Maar ik zou ouders, wat je ziet, de verschrikkelijke, dat echtgenoten niet op bezoek mogen, kinderen mogen niet op bezoek, kleinkinderen. Als die een mondkapje op hebben, als ze komen, dan kan het echt ontzettend makkelijk. En het grote probleem zijn niet die bezoekers, maar het is gewoon het interne luchtbevochtigingssysteem. Volgende vraag bij YouTube. De scholen. Moeten de scholen weer open? En zo ja, hoe moeten we dan die scholen inrichten? Ja, nou, als je gewoon naar de cijfers kijkt, in Nederland is er nog niemand dood gegaan onder de 30 jaar. Daarvan weten we nog niet of ze niet besmet worden. Wat we eigenlijk zien, als je de hele patroon kijkt, dus onder de 50 jaar is de kans echt bijna niet heel om, als je besmet wordt, om te sterven. En dan loopt het langzaam op. En het gaat pas echt hoog worden boven de 75, 80 jaar. Dan, als je dan ziek wordt, heb je best 10-15% kans dat je het niet haalt. Onder is het absoluut niet. Wat ze nog niet weten is, niet goed, wat ook eigenlijk heel raar is, hè? Want dat zou eigenlijk al veel eerder bekend moeten zijn, of jongeren wel besmet kunnen worden en of ze vervolgens kinderen anderen kunnen besmetten. Wat ik het meest belachelijke vind, ze geven nu als overheid, nou ik weet niet precies, maar ik denk 2 tot 3 miljard per dag uit om de dingen te compenseren zakelijk. Maar ze geven niet 2 miljoen uit, waarbij alles wat ik nu zeg, wat je onderzoek kan hebben, weet je in 2 weken. Dat, ja. Dan dat onderzoek start te laat enzovoort. Een van de onderzoeken die ik onmiddellijk zou gestart hebben, of veel eerder, ik zou zorgen dat ik 2000, een random sample, laten we zeggen in Brabant, van 2000 mensen een test afneem. En je weet precies hoeveel het percentage is van de mensen die besmet zijn. Maar goed, dat doen maar ze. Maar dan heb je dit eigenlijk over heel Brabant, terwijl de verschillen zijn onderling natuurlijk ook gigantisch. En je moet ook inderdaad, in Groningen zijn er weer veel minder dan. Maar nu weten we helemaal niks. Nu maar weten we 100.000, we moeten echt gewoon een flinke hoeveelheid testen gaan gebruiken om inzicht te krijgen. Ja, je moet niet alleen mensen testen die misschien mogelijk ziek of wat dan ook zijn. Je moet random testen over de Nederlanders om te weten hoe verloopt nou die ziekte. Is dat nou, ze denken nu via die bloedbank dat het 3% is. Ik denk dat het een lage schatting is. Op basis van mijn schattingen ook via Pijl.nl en anderen. Ik denk dat we op 5 tot 6% zitten. Maar dat betekent in Brabant zit je al op 9 of 10%. Bij de scholen zou ik het volgende beleid voeren. Ik zou op de scholen sowieso ook weer de luchtvochtigheid goed doen. Ik zou de ventilatie goed doen. Ik zou zoveel mogelijk buiten de school lesgeven in plaats van in de school. En ik zou, wat een goed beleid is, in ieder geval de groep kinderen altijd
constant houden. Dus niet zorgen dat er wisselingen zijn waardoor alle kinderen met elkaar mengen. En ik zou absoluut niet zingen. En ik zou op dagen waar de weersomstandigheden ongunstig zijn, zou ik me kunnen voorstellen dat je met mondkapjes als kinderen naar school gaat. En of je zegt, ja, nu vandaag is het zo slecht, ja, vandaag kan het niet. En voer dan ook een gedifferentieerd beleid. Groningen heeft veel minder problemen. In Groningen kan je dus veel vrijer zijn dan daar waar het net aan het uitbreken is. Of waar het is niet meer net aan het uitbreken. Maar waar je niet gewoon grote evenementen hebt met grote hoeveelheden mensen bij elkaar, want dat is gewoon sowieso gevaarlijk. Ja, maar zelfs met die grotere evenementen moeten we ook ervaring opbouwen. En ik durf te zeggen dat ik er bijna van overtuigd ben dat we in juli in een situatie zitten dat we eigenlijk zeggen, wat jammer dat we alles hebben afgelast. Casper, je wil even reageren. Ja, ik wil zeker reageren op het feit dat Maurice zegt dat de economie op de intensive care ligt. Dat begrijpen we hier in Taiwan ook ontzettend goed. En daardoor willen we ook alles op alles zetten hier om ervoor te zorgen dat we niet in een situatie terechtkomen zoals in Amerika of in Nederland als voorbeeld. En als het gaat om de vraag van de horeca, restaurants zijn hier nog allemaal open. Maar de meeste restaurants hebben nu allemaal keiharde maatregelen. Dat je dus alleen het restaurant in mag komen op twee voorwaarden. Is één, je temperatuur wordt gemeten. Dat als je boven de 37,5 of 38 graden bent, kom je niet eens meer binnen. Het fijne daarvan is dat ik als bezoeker weet dat iedereen die er is, ervan uitgaande dat de temperatuur goed is, dat goed wordt gemeten, in ieder geval niet ziek is. Nou ja, ziek in ieder geval niet boven die 37 of 28 graden heeft. Ten tweede, iedereen heeft gewoon een mondkapje op. En die doe je alleen maar af op het moment dat je daadwerkelijk gaat zitten op de plaats waar je je maaltijd gaat bereiden. Daarnaast is het zo dat er diverse restaurants zijn die perspekplaten tussen de stoelen hebben staan om te voorkomen dat als jij gaat hoesten, dat je dus hoest tegen die perspekplaat in plaats van tegen de persoon tegenover je. Dat zijn allemaal hele simpele maatregelen. En ik hou het van heel simpel. Dus als het gaat om de exitstrategie, waarom maken we het niet super simpel voor iedereen? En dat zijn dus, in plaats van dat je mensen gaat beboeten, geef je mensen privileges. Dus met een mondkapje op kan je daadwerkelijk weer naar buiten. Kan je daadwerkelijk weer gebruik maken van bepaalde voorzieningen. Dus in plaats van het op een negatieve manier brengen, is het echt focussen op het positieve, op die privileges. En helemaal eens met Maurice, je moet erover nadenken in welke vorm je wat kan gaan openen. Daar kunnen we met z'n allen over praten. Maar ik denk, ga het wiel alsjeblieft niet opnieuw uitvinden. Kijk naar hoe andere partijen dat doen. Casper, hoe is het bij jou met bedrijven en hoe bedrijven aan het werk gaan? Kun je hier gewoon naar kantoor en hoe gaan ze daar met elkaar om? Nou, ik was even als voorbeeld was bij de Nederlandse Representative Office, dus de ambassade. Daar kom je gewoon niet naar binnen als je geen mondkapje hebt en ook als je een hoge temperatuur hebt. Het is gewoon heel simpel. Het is allemaal zo ontzettend eenvoudig om dat te controleren. Nogmaals, het geeft geen 100% garantie, maar het geeft wel een bepaald beeld dat je dus op die manier privileges opbouwt als burger om gebruik te kunnen maken om de economie weer in Nederland dan weer op gang te kunnen helpen. Oké. Ja. En waar ik zo bang voor ben, er is nog een belangrijk gedeelte. Hè? In feite hebben wat we de laatste 3-4 weken hebben zien gebeuren, en dat is zowel door de ministers gebeurd, maar zeker ook door alle virologen die we op tv hebben gezien, er is een ontzettende angstcultuur gecreëerd. De echte letterlijke angstcultuur, dat we als we naar buiten gaan en we komen de verkeerde persoon tegen, dan zijn we over 2 weken dood. Daarom zit 85% thuis. Nou, nee hoor. Wacht even. Dat is ook wel een beetje, het is ook wel een beetje de betrokkenheid van jongens. Hey, neem afstand. Nee, wacht even. Mag ik eventjes even zeggen? Het gaat over ging over de overbelasting van de gezondheidszorg. Dat was eigenlijk het eerste punt. Nee, Vincent. Als je virologa zag als Ab Oosterhuis en de anderen, wie ook geïnterviewd werd, was er eigenlijk gezegd, het gaat verschrikkelijk hard, we kunnen ontzettend ziek worden, we kunnen 100.000 doden krijgen. Ja, dat de overheid zei, en we kunnen met de gezondheidszorg, moeten we de curve naar beneden halen, dat kunnen we niet aan. Maar blijf binnen. En waarom moest je binnen blijven? Want anders zou je besmet worden. Dat was toch waarvoor we binnen moesten blijven. Dus we zitten in een mode, en ik zie het, ik kom mensen tegen, ik spreek mensen, en die zijn op het hysterische af, dat ze bang zijn dat ze besmet worden. Dat ze een supermarkt niet in durven. Dat ze een liftknopje niet durven aan te raken. Of de deurknop niet komen durven aan te raken. Dus Maurice, ik ben een groot voorstander van je maatregelen. Maar Vincent, wacht even. Maar er zit één belangrijk. Als je die niet onderkent, dan gaat het nog mis.
We zitten dus in de moot. We zitten in een gevaarlijke wereld waar we misschien dood aan kunnen gaan. Er moet nu een andere moot komen. We moeten nu weer zelfvertrouwen opbouwen. We moeten als bevolking zelfvertrouwen gaan opbouwen. Dat we niet meteen doodgaan, maar dat we weer dingen kunnen gaan doen. Want we kunnen wel zeggen, we gaan exit-strategieën doen. Maar als de mensen toch niet naar buiten durven, ja, dan blijft er helemaal niks over. Dus wat Rutte eigenlijk moet gaan doen, en misschien niet deze keer, maar over een week, moet hij gaan zeggen, nou, we hebben het nu behoorlijk onder controle. We weten nu ook, wat we ook weten, dat je niet zomaar besmet zal worden. We gaan nou met mondkapjes kan je naar buiten. En dan kan je ook je veiliger voelen als je aan dat en dat haalt. Dus we moeten naar een mode gaan met elkaar. Dat we weer zelfvertrouwen krijgen om die samenleving weer op te bouwen. Want waar ik het meest bang voor ben. En vandaag was er ook nog in de Telegraaf daar een artikel over de economie. Men gaat er een beetje uit van oké, we hebben 8% of 10% naar beneden. En dan hervat het normale leven zich weer. Maar het normale leven gaat zich niet hervatten. Als er nog heel veel mensen denken, ja, maar als ik dat ga doen, dat is gevaarlijk voor me. Weet je wat, ik ga alleen maar dat doen. En ja. Dus een deel van die bedrijven, die gaan onderuit, omdat hun normale klanten niet meer terugkomen. Ja. Hey, jij doet elke week doe jij een onderzoek naar inpeil.nl. En je hebt ook gewoon gekeken van hoe mensen naar die exit toekijken. Hoe staat op dit ogenblik? Nou, dat is een duidelijke verschuiving. 3 weken geleden was de vraag van wat vindt u? En dan toen zei de meerderheid, we moeten net zo lang in lockdown blijven totdat er niemand meer dood kan gaan, een beetje. En het antwoord van, en er waren gewoon 3% die zeiden onmiddellijk stoppen, we gaan weer alles doen. En de rest, dat was 42%, zei langzamerhand afbouwen, ook als er risico's zijn. En dat was 42. Nu 6% zeggen onmiddellijk stoppen en 55% zegt we kunnen weer langzaam doen. En ook bij ouderen. Bij ouderen was eerst maar 29% die zei, laten we maar weer gaan opstarten dan. En nu zegt 49%. En ik kan je garanderen, volgende week is het nog meer. Want we beginnen steeds meer te ervaren wat ook de nadelen zijn van de huidige situatie. Plus als laatste, als ik aan mensen vraag hoeveel kans denkt u dat u besmet wordt, dan was het ongeveer 34% 3 weken geleden die zichzelf een kans van meer dan 50% gaf. En het is nu onder de 20%. Dus mensen denken ook, beginnen ook nu langzaam ook daar wat zelfvertrouwen in te krijgen. En dat is wat de leiderschap van Rutte zou moeten zijn. Is om ons dat zelfvertrouwen weer te geven en te laten zien hoe we stapsgewijs weer opbouwen in plaats van voortdurend ons bang maken. Denk je, en waarom maakt hij ons bang? Omdat die mensen van het RIVM voortdurend zeggen van... Maar prima, net top, laten we even praten. Dinsdag komt, krijgen we de persconferentie, krijgen we te horen wat er gebeurt. Wat zou daar nou... voor redelijke maatregelen. We willen geen angst zaaien. We willen ook gewoon niet mensen weer meteen weer weghalen. Maar wat zijn de redelijke maatregelen die Rutte moet aankondigen aanstaande dinsdag? Ik zou gewoon zeggen, vanaf 28 april mogen, zoals ik net zei, mensen tussen de 5 en misschien zelfs onder de 60, mogen in ieder geval naar buiten, alleen met mondkapjes, 1,5 meter zoveel mogelijk aanhouden. Maar op plekken waar het niet kan, daar kan het niet. We gaan zorgen dat op alle plekken waar veel mensen zijn, dat de luchtvochtigheid in voldoende mate is, zodat de kans van verspreiding miniem is. En we gaan de boel goed in de gaten houden, want een van de missende schakels is, die ik ook niet begrijp, want technisch gezien kost het bijna niks om het uit te voeren. Iedereen die besmet is, zou ik een vragenlijst afnemen, waaruit je kan kijken, hoe kan het zijn dat die persoon besmet is? Zodat je ook de ontwikkeling in de tijd kan volgen, en in de tweede plaats ook per regio kan volgen. En misschien kom je best tegen, ja, er is blijkbaar een plek waar toch al meerdere mensen besmet zijn geraakt. Nou, dan moeten we daar op letten. Die kennis hebben we ook niet. We hebben wel een probleem. Hè? In Nederland hebben we 2 fouten gemaakt. 1, de testen. We hebben veel te weinig testen. En dat komt eigenlijk hoe we dat georganiseerd hebben. Omdat we veel te laat in zijn geweest om dat goed op een structurele manier in te kopen. Casper heeft verteld hoe Taiwan het doet. En 2, hetzelfde met die mondkapjes. Die mondkapjes die zijn er nog gewoon veel en veel te weinig voor het zorgpersoneel. En ik denk dat ze ook gewoon bang zijn om die kapjes aan te bevelen, omdat dan mensen toch naar de winkel lopen en dat er een hele markt komt voor dat soort dingen. Nee, maar Vincent, als je kijkt naar Israël, als je kijkt naar Tsjechië, als je nu kijkt in New York, daar zeggen ze niet, ga mondkapjes kopen die anders naar de zorg gaan. Daar zeggen ze, maak ze zelf. Ja. En ze laten ook zien hoe je het zelf kan maken. En met een t-shirt of een katoen t-shirt of een kussensloop kan je ongeveer tot 80% van de prestatie bereiken als je met de professionele doet. En er zijn gewoon onderzoeken, ook daarvan beschikbaar, hoeveel dan de overdracht wordt.
En die wordt altijd veel minder dan als je geen mondkapjes draagt. Oké. Jan Prins had het over de app, zeg maar. Daar zijn we ook dit weekend mee bezig geweest. Een appafond, daar hebben allerlei partijen hebben gewoon gemaakt. Kan er een app komen die een beetje in de gaten houdt met wie ik bezig ben geweest. En als ik besmet ben, dat ik de anderen kan informeren. Wat vind jij van zo'n benadering? Ik denk dat die eigenlijk te laat is voor de situatie waar we op dit moment in zitten. Ik denk dat als je bijvoorbeeld in Korea kijkt, hoe zij daar op een fantastische manier een grote uitbraak onder controle hebben gekregen. Daar was in Daegu was er een grote christelijke bijeenkomst waar duizenden mensen besmet zijn geraakt. Dat hadden ze 7-8 dagen later in de gaten. Ze hebben onmiddellijk dat gebied afgesloten, 250 kilometer van Seoul. En vervolgens zijn ze gewoon heel systematisch, iedereen die bij die bijeenkomst was, alle familie van die mensen die bijeenkomst zijn, ze gaan testen enzovoort. Vervolgens hebben ze apps gebruiken ze op de volgende manier. Mensen in quarantaine te houden, een soort digitale enkelband. Als jij nu digitaal thuis moet zijn, dan zit er op je app staat aan. En als je de buitendeur uitgaat, dan krijgt de politie een seintje. Dat is één. En het tweede wat ze hebben is dat gebieden waar het heerst, die komen op als een soort buienradar te zien. Zodat er gezegd wordt, blijf voorlopig even uit het gebied weg. Want hier hebben we redelijk wat besmette mensen. Wat hebben ze nu? Dat Daegu heeft uiteindelijk 60 doden per miljoen inwoners. Seoul heeft 5 doden. Niet 5 doden per miljoen, maar gewoon 5 doden. En ze hebben het leven weer normaal. 10 miljoen inwoners, ja. Ja, 10 miljoen inwoners. Ja. Kasper, hoe is dat bij jou eigenlijk? Hoe wordt daar met quarantaine en testen en appen omgegaan? Ik heb net al gezegd, toen ik in Taiwan aankwam, was het voor mij, na het invullen van die formulieren en het checken, was het voor mij nog mogelijk om binnen te komen. Nu wordt gezegd, iedereen, met geen enkele uitzondering, moet in ieder geval 14 dagen in quarantaine. Dat wordt keihard gecontroleerd. Als je dus buiten, dat betekent dat je wordt opgesloten in je eigen kamer of eigen hotelkamer. Als je eruit gaat, moet je een dikke boete betalen als de politie of iemand jou vindt. Dus dat is eigenlijk heel simpel. En als het gaat om die tweede vraag, sorry, ben ik is me even ontschoten, Vincent? Ja, dus hebben ze ook apps daar om op een gegeven moment mensen op te zoeken ook met wie ze in contact zijn geweest? Ja, nou, het is zo dat er relatief heel weinig besmettingen zijn. Dus nu is het zo dat er nog contactonderzoek wordt gedaan door gebruik te maken van de overheid. De lokale overheid doet dat. Maar in Nederland is dat natuurlijk, zoals ik dat zie, allemaal onmogelijk. Het is wel zo dat het Japanse schip, waar we natuurlijk last van hebben gehad, die was ook in Taiwan. Wat ze hebben gedaan, ze hebben in kaart gebracht waar die mensen allemaal zijn geweest. En je kon je Google data van je telefoon, als je dat aan had staan, kon je dat uploaden naar een bepaalde website. Waarbij je niet jouw privégedeeltes weggeeft, maar alleen maar je reishistorie. En dat werd vervolgens over de punten heen gelegd waar de bezoekers waren geweest van die boot. En op die manier werd er dus geadviseerd of je wel of niet in een zelfquarantaine moet. Dat werd dus niet beboet als je eruit kwam, maar het werd geadviseerd. En op die manier houden ze hier controle mee met apps. Dus het wordt gewoon gezegd wie waar overal is. Ik krijg een leuke vraag over vliegen. Ja, vliegen. Ja, het interessante met vliegen, en dat is precies hetzelfde wat ik nu net zei met influenza, waar je dat niet wist, maar nu weet je het wel. De kans is groot dat ook in vliegtuigen je door die interne lucht ziek kan worden. Alleen ook daar hebben we het niet massaal kunnen vinden, omdat het bij influenza was. Dus nu ook als er besmette iemand in een vliegtuig zit, is de kans groter dat je ander besmet. Dan moeten er twee dingen gebeuren. In de eerste plaats moeten ze het ventilatiesysteem, er zijn manieren op om eventueel corona uit het systeem te filteren. Dus als de luchtcirculatie, dat kan je doen. En in de tweede plaats, wat je moet doen voor een tijd, is met mondkapjes in het vliegtuig zitten. Wat ik denk wat niet nodig is, dat je dan ook nog met 1,5 meter langs elkaar moet. Want laten we wel wezen, als jij met 1,5 meter en jij moet naar het toilet, hoe moet je dat dan precies doen? Dan gaat iemand de gang op. Dan altijd zit je natuurlijk dicht bij iemand anders. Ja. En anders moet je 3 mensen in een vliegtuig hebben. Dan kan je zorgen dat ze op 1,5 meter staan. Dat is echt complete waanzin. Dat hele 1,5 meter gedoe, ik vond het heel grappig. Bij Vincent achter zie je die grote gebouwen. Nou, in Den Haag heb je allerlei kantoren van de overheid die ook zo groot zijn. Ik heb berekend, een gemiddelde lift daar kunnen 20 man in.
maar met een 1,5 meter kunnen er 4 in. Dat betekent dat de helft van de ambtenaren die op 8 hoog of hoger zitten, niet meer naar kantoor kunnen, want ze hebben geen liften meer om dat te doen. Oké, okay. Overdracht van kinderen, wat weet je daarover? Van tot nu toe is daar... dat moeten ze onderzoeken. Er zijn voorbeelden van, ook op crèches, waar men het gevoel heeft dat er wel een overdracht heeft plaatsgevonden. Dan denk ik, dat zou ook best kunnen van weer niet voldoende luchtventilatie enzovoort. Maar dat weet ik niet. Dus er is best een vorm van risico dat kinderen weer ouderen besmetten. Dus ik zou me best kunnen voorstellen, als je de scholen weer opent, dat je nog steeds zegt, kinderen mogen alleen bij hun grootouders met mondkapjes op. En dan, want anders kan je niet zeggen, je mag niet bij je grootouders. Want dan heb je het volgende probleem. Ik heb de leeftijd van een grootouder, maar ik heb een kind. Dat betekent dat mijn kind ook niet naar mij mag. Of mijn kind mag ook niet meer naar school. Maar dat is ook niet nodig. Bij het bezoeken van anderen, dan zou je die mondkapjes kunnen gebruiken. Ik heb zelf het gevoel dat het niet lang meer zal duren daarna. Dat we A, meer weten. En dat ook de temperatuurontwikkeling ons gaat helpen. Want er is, dat is heel belangrijk, afgelopen vrijdag is een presentatie geweest, White House, door de Homeland Security, de lab van het Homeland Security. En die heeft uitgezocht dat bij hogere temperatuur en bij hogere luchtvochtigheid het virus meteen doodgaat. En ook dat in zonlicht het virus zich niet goed kan handhaven. En als dat dus waar is, en in de komende weken gaan we dat steeds meer merken, dan zal die verspreiding van dat virus in de komende maanden ontzettend afnemen wereldwijd op het noordelijk halfrond. En het zou me niet verbazen. En wat er dan gaat gebeuren, dan gaat hij, zie je wel, onze 1,5 meter maatregelen hebben geholpen. Nee, het is met name, ja, het weer die het uiteindelijk zal zorgen. En hier zie je het. Alleen ja, het kan door de zomer heen doen, wat het gevaar wordt, als we na de zomer dat virus nog steeds ergens hebben, en het wordt weer herfst en weer winter, dan kunnen we in grotere problemen komen. Ik heb zelf nog een scenario, zou ook nog kunnen zijn, maar dan is het een heel optimistisch scenario. Als je naar het zuidelijk halfrond kijkt, dan is het zuidelijk halfrond ligt veel dichter bij de Evenaar, waar mensen wonen. Er zijn maar een paar gebieden die, laat ik zeggen, zo ongunstig liggen, waar bij ons al de mensen wonen. En het zou mij niet verbazen, maar nu maak ik een heel optimistisch scenario, dat ergens in juli, augustus, in het noorden het bijna weg is. En dat het alleen nog gebieden in het zuiden zijn. En je ziet het ook hier over mijn schouder. Bijvoorbeeld in het zuiden van Argentinië en Chili. Dat het daar nog wel heerst. En als we dan zorgen dat het daar gekild wordt, dan zou het ook best kunnen zijn dat hij in het najaar niet meer terugkomt. Oké. Nog meer vragen voor Maurice? Ik zie allemaal dingen. We hebben er een heleboel al gehad. Nou, hier zegt, hoe lang blijft het virus op mijn dure mondkapje zitten? Mijn punt is, ook dat het virus buiten het lichaam blijft niet leven. Althans... Dat is niet correct, hè? Zeg maar, Kasper. Ja, ik vind het heel belangrijk. Ik heb zelf een chemische achtergrond. Formeel gezien ben ik een dokter in de scheikunde. Ik ben dus absoluut geen viroloog. Maar ik vind het heel belangrijk dat we, als het gaat om educatie, ook heel duidelijk iedereen, ook jij Maurice, uiteenzet, dat een virus is niet levend of is niet dood. Nee, het is gewoon een stukje RNA, mooi verpakt. En dat is gewoon... Dus als we het gaan hebben over dood en leven, moeten we gewoon zeggen, het is gewoon een actief deeltje wat we door gebruik te maken van super simpele chemicaliën, zeep, kunnen inactiveren. En ik denk dat we dat... Ja, je hebt gelijk, Kasper. Dat is mijn fout. Bacteriën leven en DNA niet. Virussen niet, maar het is wel een belangrijk punt. Die Duitse professor Streeck heeft in Heinsberg, is bij 200 mensen thuis geweest met een heel team van 20 man. En die hebben gewoon in het hele huis van patiënten, met natuurlijk beschermde kleding, zijn ze gaan zoeken of ze virusdeeltjes tegenkwamen die anderen nog zouden kunnen besmetten. Hun constatering was dat ze nergens in die huizen, buiten het lichaam van die mensen, virusdeeltjes vonden die nog actief genoeg waren om mensen te besmetten. En dat bedoel ik. Als dat waar is, en dat beweert iemand, professor in de virologie, met 20 mensen onderzocht, dan betekent dat ook, als ik een virusdeeltje op mijn mondkapje heb, dan leeft die ook niet meer. Leven, sorry, kan u ook niet meer anderen besmetten.
Nee, je hebt gelijk. Dus, ja, dus hij wordt vernietigd eigenlijk, Casper. Wordt vernietigd. Ja, zoals ik het gewoon zelf heel eenvoudig uitleg. Het is een stukje RNA. En dat RNA, dat zit verpakt in een soort van ballon. En die ballon, die kunnen we doorprikken door gebruik te maken van onder andere zeep of alcohol. Dat zijn eigenlijk hele eenvoudige dingen die je kan doen om die ballon dus kapot te maken. En dat RNA, dat komt uiteindelijk dus binnen, dat virusdeeltje binnen in je respiratory tract. En dat bindt dan aan bepaalde receptoren, waardoor het uiteindelijk naar binnen gaat, naar de cellen. En dan vervolgens neemt het lichaam, nou in ieder geval die cel, open en gaat vervolgens zichzelf kopiëren. Overigens een fantastisch... Ja. Sorry, met één toevoeging. Die envelop, dat die omcirkelt, dat heet de lipide envelop, van zover ik het gelezen heb. En daarvan wordt beweerd, dat is de omcirkeling. Als die weg is, dan kan wat erin zit niet meer zijn schade doen. En daar zijn wetenschappers die zeggen dat het een hele fragiele constructie is, die redelijk makkelijk in elkaar stort. En dat gebeurt met je handen wassen in ieder geval. Het heeft ook te maken met vet, want er zit vet om en dat lost op. En nu komt het, en dat onderzoek wordt nu gedaan in opdracht van de Amerikaanse regering bij de University of Utah. Wat ze gaan kijken is of er een relatie is tussen luchtvochtigheid en het in elkaar storten van die envelop. Want het kan dus zijn dat die virus niet meer actief is bij die luchtvochtigheid, doordat het water zich bindt en dan valt het op de grond. Maar het kan ook zijn dat het water zich bindt en die envelop kapot maakt en dan werkt het ook niet meer. En dat weten ze nog niet. Maar als we dat weten, kunnen we qua actie ook weer veel betere actie ondernemen. Okay. Maurice, je had het vanmiddag over het feit dat medici zijn gewend om evidence-based te werken. En er is een groot verschil tussen evidence-based en aanwijzingen. En dus politici moeten een oordeel vellen, medici moeten een oordeel vellen. En wij als maatschappij moeten een oordeel vellen van hoe zie je dat verschil? Wat is het verschil tussen evidence-based en gewoon aanwijzingen? Ja, dat is het grote probleem waar we op dit moment eigenlijk in zitten. Medici, en terecht zo, als ze bijvoorbeeld medicijnen moeten bekijken, dan moet je evidence-based, dan moet je testen, blind testen, kijken wat het verschil is, enzovoort. Dat kost jaren voordat je een goed medicijn hebt ontwikkeld. Dus dat is hun training, hè? Ik bedoel, elk derde woord wat ze zeggen, evidence-based. We zitten nu in een soort crisissituatie, waarbij je niet kan zeggen, nou, we doen eigenlijk niks en over 3 jaar onderzoeken we wel wat er nou precies aan de hand is geweest. Je moet nu handelen op wat de best guess is van wat er eigenlijk aan de hand is. Nou, en als je dus, en wat merk je hoe het RIVM zit en de WHO? Die handelen eigenlijk vooral vanuit de ervaring uit het verleden. En eigenlijk alle nieuwe dingen die we de laatste 6 weken geleerd hebben. En er zijn heel veel hele interessante papers en heel veel cases van hoe kan het daar nou zijn dat mensen zo besmet gaan geraakt, waar je ontzettend veel van leert. En waar je met 95% zekerheid of 99% zekerheid kan zeggen, het is bijvoorbeeld de luchtvochtigheid of het zijn die superspread events. En daar wil ik op handelen. Wat gebeurt er nou? Dan heb je een OMT met waar Rutte ook bij zit, maar dat zijn alleen maar de virologen. En die gaan net zoals op de tv zeggen van, ja, maar er kan weer een uitbraak komen, dan moeten we weer in een lockdown enzovoort. Die gaan allemaal de risico-elementen. En als er bijvoorbeeld wellicht mijn voorstel langs zou komen, dan zeggen ze, ja, maar daar hebben we geen 100% bewijs van. En dan gaat alles van tafel. En dan handelen ook Rutte en de jongen uit een soort angst die ze gegenereerd is door die mensen om hen heen. En we zitten nu in een wereld waar we op die manier niet kunnen handelen. En dus moet in het OMT niet alleen virologen en epidemiologen, maar moeten ook andere mensen, wetenschappers, die hun bijdrage kunnen leveren. Precies wat ze in Taiwan zei, die vrouw. Alle data is open en wij verwelkomen input van iedereen vanuit hun know-how. Nou, als er één gesloten bastion in Nederland is, dan is het RIVM, die tegelijkertijd, en dat is ook nog wat erger, als ik hoor in de Kamer wat ze dan zeggen, en sommige vragen die er gesteld worden, die geef ik door aan politici, stel ze. En dan krijg ik antwoorden en dan denk ik, maar ik heb toch net gelezen die paper en dit van deze professor. En jij geeft een antwoord waaruit blijkt dat je niet eens weet wat inmiddels de nieuwste ontwikkelingen zijn. Dus we zitten met oude zeekaarten, met een verschrikkelijke storm en een grote mist zijn we op zee. En we gaan met de oude zeekaarten proberen weer verder te gaan. Terwijl we steeds nieuwe, al met GPS en zo, nieuwe informatie binnen zouden krijgen. En veel veiliger en veel beter de koers zouden uit kunnen zetten.
Oké, maar mijn vraagje, grootste vraagteken zit bij de noodzaak van het gebruik van mondkapjes buiten. Als je toch 1,5 meter afstand houdt, in ruimte snap ik het, maar buiten zie ik het nut niet zo. Nou, dat denk ik meer een verduidelijking. Nee, maar wat natuurlijk het antwoord is, als we zeggen, we blijven op 1,5 meter, dan moet je mij uitleggen hoe we met het openbaar vervoer verder kunnen voorlopig. Dan moeten ze onmiddellijk 3 keer zoveel treinen bestellen. Of we moeten zeggen, gaat u maar niet in de trein. Maar dan voor een belangrijk deel, want we hebben de capaciteit niet. Maar als je buiten in de natuur bent en buiten in de natuur, dan is het niet zo'n probleem. Ja, maar wat ik zou zeggen is, op het moment dat we met elkaar afspreken, we gaan een tijdje met mondkapjes naar buiten, dan vind ik ook dat we niet moeten zeggen, nou, als je midden in het bos bent, mag je hem wel afdoen. Laten we dan maar even een tijdje, totdat we, laat ik zeggen, zijn veilig hebben, en dat is misschien 3 weken later, laten we dan maar zeggen, op elke plek moet je dat doen. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen, ben je alleen maar met je eigen familie buiten op een plek? Oké, maar ik zou op dat moment wel wat strakker gaan, maar ik zou, maar de 1,5 meter maatschappij, zoals Wiebes het ook heeft geschetst, het is werkelijk ridicuul. Als je dat even goed doordenkt, waar zou je dat moeten doen? Hoe, met liften bij die grote kantoren? Er zijn bedrijven, ja, bedenk eens even, we zitten in de 1,5 meter maatschappij, winkelcentra, hoe denk je dat daar gewoon mensen dan op zaterdag inkopen gaan doen? Bedenk even hoe die winkelcentra eruit zagen. Denk je even, Zara, dan mag er nog maar 1/3 van de mensen naar binnen. En daardoor draai je de economie de nek om en is de schade in de economie groot. En we krijgen dus een verlies van werkgelegenheid van 10-15%. Grote verschil met andere rampen. Bijvoorbeeld stel je hebt een grote aardbeving. Nou, dat is verschrikkelijk. Maar alle andere landen draaien normaal door. Wat we nu hebben, we hebben een aardbeving van een Richter van kracht van 10 van bijna in alle landen in de wereld. En wat je dan gaat krijgen, en dat is het erge, dat we een domino-effect gaan krijgen, waardoor het alleen maar erger wordt. Waarbij je geen koopkracht meer hebt bij mensen. Mensen hebben ook geen vertrouwen om dingen te kopen. Die worden bang om dingen te kopen. En je blijft maar naar beneden gaan. En je kan er niet alleen maar geld in pompen. En ja, last but not least, dan leert de geschiedenis ons dat het niet ver staat, en ik denk dat we er eigenlijk al niet ver af staan, dat er ergens een opstand komt van arme en kansloze mensen die honger hebben en die gaan gewoon supermarkten overvallen en die gaan plunderen. Dan gaat misschien de politie optreden, nou, dan vallen er 5 doden, dan op een andere plaats wordt geplunderd. En dat is misschien in Amerika, maar dan denken die mensen in Parijs, dat gaan we ook doen. En vervolgens, ook dat heeft de wereldgeschiedenis ons geleerd, dan krijg je een vorm van revolutie, want ook de machtsverhoudingen tussen landen wordt aangetast. De machtsverhouding tussen China, Europa en Amerika wordt aangetast. De verhouding tussen de Europese landen, die het allemaal moeilijk hebben en die niet solidair zijn en ook niet solidair kunnen zijn. Nou, de hele wereldoorlog gaat... Ja, het is ongelooflijk. Zuid-Afrika, India, wat daar gebeurt, zijn allemaal dingen. Die zijn in lock-up gegaan. Het is niet te geloven. Het is ongelooflijk. Echt, heel weinig cases. En wij hebben dan nog mogelijkheden om onszelf te verdedigen. Maar ook daar zitten wij erop voor de zaak. Oké, ik denk dat we gaan dit vaker doen, hè, Maurice. Dinsdag gaan we het zeker doen, denk ik, van als het kabinet komt met de maatregelen. Zullen we dan weer om 4 uur zo'n Q&A-sessie gaan doen? Ze komen later met de maatregelen. Alleen die avond zal iedereen wel tv kijken. Dus ik zou best dan woensdag om 1:00 of 4:00 te doen. Ik wil trouwens 1 bijna mop vertellen, hoe erg het ook is. Maar ik ben van het lachen van de bank afgevallen toen ik dat zag. Bedenk nu dat we al wekenlang horen bij vluchtelingenkampen. Ik zie weer een nieuwe correspondent staan met de microfoon. En die zegt, hier in het vluchtelingenkamp is de situatie heel erg. Want zie je hoe dicht al die mensen bij elkaar staan. En het is ook erg. Zodra hier het gaat uitbarsten, dan wordt het Bergamo in het kwadraat. Dat hoor je echt. Ik heb er echt wel 8 keer heb ik iemand zo zien staan. Altijd zeggen ze, gelukkig is het nog niet begonnen. Nou, we zijn nu 4 weken later, het is nog steeds niet begonnen. Waarom is het niet begonnen? Nou, dat zal ik je uitleggen. Er zijn 2 redenen waardoor die arme mensen beschermd worden in die warmere landen. Die worden beschermd omdat ze bijna nooit ramen hebben, maar gewoon tenten of als je in een... mijn vrouw komt uit Cuba, daar heeft niemand ramen in het huis. Dat zijn die blinds die open en dicht gaan en daarbuiten wat ijzer, zodat niemand kan inbreken. Maar er is altijd een doorluchting in het huis. Dat is 1.
Het tweede is, daar hebben ze vaak hoge vochtigheid. En daardoor breekt het daar niet uit. En daardoor gaat het daar ook niet uitbreken. Ja, er zal eens één of twee iemand besmet worden. En het is verstandig om die te isoleren. En misschien moeten wat meer mensen daar een tijdje met mondkapjes lopen. Maar nog in de favela's, nog in de townships, nog in de vluchtelingenkampen gaat het uitbreken. Nog in India breekt het grootschalig uit. En nu de grap. Ook op Lesbos, gelukkig is het nog niet uitgebroken, maar zal het ook niet uitbreken. Wat heeft de ChristenUnie voorgesteld? We hebben allemaal cruiseschepen waar toch niemand op zit. Laten we die mensen onmiddellijk uit die tenten halen en op die schepen zetten. Nou, dan weten we zeker dat iedereen op dat schip meteen besmet raakt. En dat geeft bijna aan hoe bij gebrek aan kennis mensen met de volkomen verkeerde adviezen kunnen. Dat idee is ook niet doorgevoerd hoor. En wat dat betreft, ik wil als we even positieve noot eindigen, Maurice. Van als je nou vergelijkt hoe wij het doen hier in Europa en wij in Nederland het doen, vergeleken met België, met Frankrijk, met Engeland of met Amerika. Dan hebben wij toch nog een redelijke rustige lockout. En ze zitten nu te praten ook over die lock op te heffen. Dus ik vind dat we daar toch allemaal heel redelijk mee omgaan. Je vindt ons allemaal vreselijk slecht geïnformeerd, maar ik denk toch dat wij niet zo slecht doen als land. Nou, in de eerste plaats, ik heb ook voordat ze met een lockdown komen, heb ik een stuk geschreven, dat noemde ik Lockdown Light. Waarbij ik, ja, niet precies geschreven heb wat ze nu gedaan hebben. Waarbij ik wel zei, ga in godsnaam niet, laat ik zeggen, de manier doen, allemaal binnen blijven. En als je buiten komt, dan krijg je een bekeuring. Doe dat nou niet. Nou, dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Wat je ook weer zag, en dat vind ik ook opmerkelijk, dat in het begin, ja, er gingen wat mensen naar buiten. En er was met de Nederlanders houden zich niet aan afspraken. Nou, die mensen hielden zich, ik heb onderzoek, binnen 1,5 week was 90-95% aan het doen wat de overheid van ons vroeg. Wat natuurlijk al geweldig is. Nou, dat hebben we op een intelligente manier gedaan. Waar ik doodsbang ben, is dat de exit-strategie op een hele domme manier gaat. En dat is ingezet toen ik Wiebes hoorde zeggen afgelopen donderdag, voordat hij die vergadering ging. Elke bedrijfstak moet met een plan komen van hoe die zich gaat verder gedragen in de 1,5 meter economie. En als ze er niet komen, dan mogen ze niet open. Heeft hij echt letterlijk gezegd. Nou, ik ben heel bang dat we na een hele intelligente lockdown naar een stupide exit-strategie gaan. Oké, nou dan laten we deze bijeenkomst hier weer met elkaar hebben in de vragensessie. Dat we dan kijken of we dat kunnen bijdragen. Ik zal in ieder geval zorgen dat onder zoveel mogelijk aandacht wordt gebracht. En ik roep ook iedereen om dat te doen. We gaan in ieder geval woensdag gaan we een nieuwe versie doen. En misschien ook wel daarvoor. En dan kunnen we nog even vragen of mensen mag willen. Mag ik nog even komen met één Maurice, het is jouw Q&A. Ja, het is één interessante voorspelling. Mijn taxatie is, zoals Rutte tot nu toe heeft geopereerd, dat hij vrij behoedzaam de 21ste komt. Dan zal hij hooguit zeggen, we gaan nu plannen maken zodat de scholen na de meivakantie weer mogen. En we gaan een paar bedrijfstakken kijken, bijvoorbeeld de kapper, bijvoorbeeld de pedicure, manicure, hoe we dat weer langzamerhand kunnen openen. Verder gaan we studies doen en volgende week komen we met nadere mededelingen. Nou komt mijn voorspelling. Dus ik denk dat dat ongeveer de meldingen zijn. Het zou me verbazen als hij meer zegt. Wat ik merk, dat veel ondernemers, veel mensen uit bedrijfsleven die goed snappen hoe deplorabel we eigenlijk op dit moment zijn, dat als er niet dinsdag hij meer geeft dan dit, dat er een soort toch steeds meer onvrede gaat komen. En ook zeker in de achterban van de VVD. En ik taxeer dat er tussen de 21ste en de 28ste in Nederland een behoorlijke maatschappelijke discussie gaat ontstaan, mede ingegeven vanuit het bedrijfsleven en mede ingegeven van ondernemingen, waarbij uiteindelijk de regering niet meer alleen luistert naar het OMT, maar ook meer gaat luisteren naar de economie. En mijn voorspelling is dat hij de 28ste, als hij dan weer met een melding komt, beduidend meer vrijheden gaat annonceren dan hij op de 21ste zal doen. Oké, nou mooi. Met deze voorspelling wil ik het dan graag afsluiten. Dankjewel Maurice voor je tijd op zondag en ook je ongelooflijke hoeveelheid energie die je weer in dit onderwerp hebt gestopt. Iedereen roep ik op even om maurice.nl, daar kun je het zien. Ik zal ook in de chat, zal ik dit ook even meezetten. Daar staan een aantal hele interessante artikelen in. De verspreiding binnen Nederland, het hele rondom de vochtigheid, de kapjes, de intelligente lockout. Er staan een aantal artikelen. Laten we dit zoveel mogelijk verspreiden. En je kunt iedereen oproepen op woensdag in ieder geval om 4:00 gaan we weer deze sessie nog een keer doen. En dan zie ik jullie allemaal hier weer terug. Vincent, er is nog één vraag waar ik toch nog even op wil reageren, omdat dat een raadzaam moet zijn voor iedereen.
Wat je merkt is, bij herhaling, en ook van jou heb ik toen gekregen, dan zie je uit de media, het duist daar ook uit. In Saudi-Arabië verwachten ze 200.000 doden of zo, of enzovoort. En ik krijg nu ook de vraag, in Brazilië is het toch ook? Nou, ga op Wikipedia kijken, doe Wikipedia COVID-19 en dan het land wat je wil. En dan zie je hoe daar de feitelijke situatie is. En dan zie je dat, oh ja, in Brazilië zijn er nu 500 of 600 gevallen, of misschien 700 gevallen, vooral naar binnen gebracht, kan je ook lezen, door mensen die in Italië op wintersport zijn geweest. Maar als je naar Italië, naar Brazilië kijkt, dan weet hoe groot het land is. En in São Paulo is het meest. Daar is het nog een fractie van hier. Dus elke keer als je weer leest, ook nu in Singapore. Jongens, het breekt weer uit in Singapore. Ze hebben daar 11 doden. Er is in een dormitory met mensen van het buitenland, die werknemers, is inderdaad een besmetting. Er zijn om 500 of 800 mensen besmet. Ook nog relatief jonge mensen. Dat hebben ze gewoon nu onder controle. Maar elke keer, bij elk verhaal wat je vertelt, komt er weer een land langs waar ze zeggen van hoe verklaar je dat nou? En eigenlijk is ieder land en ieder ding te verklaren. Zelfs in Ecuador, waar op een kustplaats inderdaad een uitbraak is geweest. Wij hebben ontdekt, gewoon via de kranten, dat gewoon tussen 17 en 22 februari was daar een groot carnaval. En daar komen veel mensen uit Ecuador die studeren in Spanje. Dus en Spanje heerste het toen al, zonder dat we dat wisten. Dus het is ook daar wel redelijk te verklaren. Laatste onderwerp, en dat vind ik ook een hele belangrijk. Nou, hier zie je, ik weet niet welk land, dat is Brazilië. Brazilië, ja. Dan zie je deze ontwikkelingen. En dat is echt, dan merk je, ja, zoveel gevallen, maar dat hangt de test. Maar je moet even naar de doden kijken van Brazilië. 2300 doden in een land wat, 200 miljoen inwoners. Nou, er zijn bepaalde provincies waar het behoorlijk gaat al. Maar het is bij lang. Je ziet daar die linksboven die provincie en rechtsonder bij São Paulo. Dat zwarte daar. Ja. Dus ja, het gaat. Het is niet. Maar met zoveel doden. Maar ook bij Ecuador zag je dat. Maar ze hebben de helft van het aantal doden van Nederland. Terwijl het land is zeg maar factor 10 keer zo groot. Ja, maar eerst niet overal alleen. Maar wat is er is nog eentje. Ik hoor vaak door mensen zeggen, bijvoorbeeld over Indonesië, waar het nog niet groot uitgebarst is. Maar er zijn mensen, nou, in werkelijkheid hebben ze daar al 10.000 doden, maar ze houden het verborgen. Nou, daar is het interessante van. Als er ergens in de wereld in zo'n land echt een grote uitbraak zou zijn, zou je via social media onmiddellijk video's krijgen van de puinhoop op straat of in die dinges. Dus elke keer als het niet past in je patroon, dan ga je zeggen, ja, maar het zullen wel allemaal verkeerde cijfers zijn. Maar toen het in Ecuador begon, was echt 3 dagen later zag je de filmpjes van hoe mensen letterlijk op straat dood neervielen. En dat kan niet verborgen gehouden worden. Oké, dus, Maurice, nu ga ik echt afsluiten. Dankjewel voor de laatste vraag en de allerlaatste vraag. Ik sluit hiermee de Q&A af. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken in de Zoom voor de bijdrage. Sascha, veel succes met je trouwerij, Linde, dat je met die gemeente dat conflict hebt. Ik wens je daar veel succes mee. Iedereen bij YouTube bedankt en we zijn hier weer terug op woensdag. Woensdag om 4 uur, tenzij we het anders aankondigen. Dank jullie wel. Dag allemaal.